Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Vibra shoplog voor je. Ik ben even naar de Vibra geweest, want ik wilde wat dingetjes hebben voor de Pasen. Ik vind het leuk om mijn huis een beetje in paasstijl te brengen. En ik had daar wat dingetjes voor nodig en ik had dat gezien bij de Vibra. Dus ik ben er even heen geweest en ik heb daar aardig wat dingetjes gehaald. En ik dacht, ik kan er wel weer even een shoplog van maken. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik heb gekocht bij de Vibra, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te vinden zijn. Zo ga ik gewoon beginnen met de items. Ik heb allereerst een heel basic item gekocht en dat is een toiletborstel. Ik had een nieuwe toiletborstel nodig en ik wilde eigenlijk echt een borstel met zo'n huls. Want ik vind eigenlijk die toiletborstel die je in zo'n open hulsje neerzet, vind ik gewoon eigenlijk heel ranzig. Heeft ook heel veel bacteriën natuurlijk. En de meeste toiletborstels die ik tegenkwam in zo'n huls, die hadden een hele korte steel. Nou, deze is wat langer. Heeft een bamboe bovenkant zoals je kan zien. Dus gewoon een witte basic borstel. Ik denk zelfs dat je deze misschien wel zou kunnen vervangen, maar dat weet ik niet. Een hele basic borstel, gewoon met een zwarte bak, is van plastic. Ze hadden best wel veel spullen in deze lijn met dat bamboe, maar ik had gewoon alleen een toiletborstel nodig. Dus die heb ik. Volgens mij had je hem in twee kleuren, maar ik vond zwart het mooiste. Dus die heb ik in ieder geval. Die had ik heel hard nodig. Daar ben ik ook wel weer blij mee. Dan heb ik twee bakken gekocht. En allereerst deze. Dit is een wat kleinere bak. En het handige aan deze bakken is dat je hier vakjes in hebt zitten. Kijk, je zet er gewoon verdeelvakjes in. Dus stel je hebt een feestje en je denkt, ik vind het leuk om bijvoorbeeld meerdere soorten chippies te doen. Of iets anders. Kun je bijvoorbeeld in de ene bak doe je wat andere chips, bijvoorbeeld pinda's of nog wat anders. Vond ik wel heel erg handig, ook gewoon ideaal voor hapjes. Ja, je kunt natuurlijk van alles in doen, dus die vond ik wel heel erg handig. Dit is de kleine variant. Ik zal even kijken of er nog een aantal liter op staat. Kom ik zo niet eventjes niet uit zo te zien. Staat er niet heel duidelijk op, maar deze heeft dus drie vakken. Maar ik heb ook de grote meegenomen en deze heeft meerdere vakken. Want ik vind het toch altijd wel handig. Eventjes de opening opzoeken. Deze heeft vier vakken. En dan zou je in het midden bijvoorbeeld, stel je voor je doet hier van die bakhapjes in. Dan kan je het bijvoorbeeld verdelen. Je doet bijvoorbeeld frikandelletjes, bitterballetjes, van die kipdukketjes en bami-hapjes. En dan kun je bijvoorbeeld in het midden ook nog een beetje saus doen. Dat is natuurlijk wel super handig. Zou ook met chips kunnen, dat je bijvoorbeeld in het midden een dipje doet. Dus ik vond deze wel heel erg handig. En ik was hier al naar op zoek. En de laatste keer toen ik bij de Vibra was, hadden ze niet. Kon ik ze niet vinden. En hier kwam ik ze dus wel gewoon tegen. Dus dat vond ik wel echt super fijn. Dus twee verschillende. Ik vind ze gewoon allebei heel erg schattig. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan kwam ik nog deze paaskuikentjes tegen. Die vond ik wel heel erg schattig. Zoals ik al vertelde, ik ga een paashoekje maken. En ik had daar wat dingetjes voor nodig. En ik had er wel het een en ander gehaald. Maar ik vond deze wel heel erg schattig. Je hebt dus verschillende kleuren kuikentjes. Leuk om op zo'n paasdak te zetten of eventueel in de vaas. Ik vond ze in ieder geval super leuk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee ook. Super schattig. Die zijn ook heel erg leuk. Dan heb ik, het is allemaal eventjes gerold in plastic. En dat is wel in papier, want dat is allemaal wel fijn. Deze hele leuke pot gekocht met oortjes erop. Ik dacht, hoe leuk is het om hier mijn paaseitjes in te doen. Ik heb ze eigenlijk al wel in een bak zitten, maar ik vond deze eigenlijk ook wel heel erg leuk. Je had deze in verschillende formaten. Je had ook nog een hele lange. Hier kan, de liters staan er niet op helaas. Hier kunnen dus wat, dit is de kleinere variant. Ik denk die grotere vind ik gelijk zo overdreven. Zo'n paaseitjes heb ik toch niet. En dan kun je gewoon die deksel eraf halen en kun je gewoon een paaseitje pakken. Maar ik vond gewoon die oortjes gewoon zo leuk. Ik dacht, ik zie dat helemaal voor me bij de Pasen.
Ik vond dat wel gewoon heel erg schattig. Je had hem ook nog in verschillende kleuren, maar ik vond deze gewoon wel echt het leukste. Want ja, ik hou van roze, dus ik heb lekker een roze genomen. Dan heb ik ook gelijk al het laatste item. Zoals ik al zei, het was niet super veel, maar hier ging ik voor naar de Libra. En dat is een vaas. En ik heb dus deze vaas gekocht. Ik had een vaas nodig. En ik heb dus geen vaas in huis, want ik heb ook gewoon helemaal nooit bloemen. Dus ja, waarom zou je dan een vaas hebben? Toen was ik een tijdje geleden bij de Libra. Toen zag ik deze vaas en ik vond hem al wel super leuk, maar niet meegenomen. Want wat moet ik met een vaas als ik er geen doel voor heb? Nu besloot ik om paaszakken te maken. Ik had geen vaas. Ik denk, ja, ik heb toch een vaas nodig. Toen keek ik in de Libra folder en toen zag ik dus dat ze deze vaas, daar hadden ze die paaszakken zo ingestoken. Ik dacht, nou, dat is ideaal. Je had hem ook nog in het goud, maar ik wilde natuurlijk de roze hebben. En ik vind hem zo leuk. Ik had de laatste. Ik was er helemaal blij mee. Er staat verder ook niet op hoeveel inhoud deze heeft. Maar ik werd helemaal wild van deze vaas. Wild. Ik vond hem gewoon helemaal leuk. Dus ik was heel blij dat ik hem heb. Er zit wel een wat kleinere opening in. Dus of je er ook echt bloemen in kan zetten, dat weet ik niet. Ik denk dat je daar toch wel een wat grotere opening voor moet hebben. Maar ik werd gewoon heel erg blij van deze hele mooie vaas. Dus die heb ik. Zo kan ik mooi aan de gang om mijn basisspullen te gaan inrichten. Dus daar ben ik ook gewoon echt super, super blij mee. Nou, dan waren dit alle producten die ik bij de Libra heb gekocht. Het was dus niet super veel, maar ik vond het toch wel leuk om te laten zien in een shoplog. Ik ben heel blij met mijn aankoopjes. Die vaas, ja, daar ging ik echt voor. Dus ik was heel blij dat ik die ook kon vinden. Ik heb eigenlijk wel spullen gekocht die ik ook echt nodig had. Die bakken die had ik al gezien en die wilde ik de vorige keer al hebben. Toen hadden ze niet. Die vind ik gewoon heel handig. Nou ja, dit potje had ik niet per definitie nodig. Maar ik dacht in de trend van Pasen vind ik hem gewoon heel erg leuk. Daarom heb ik hem meegenomen. Maar ja, ik vind spulletjes in ieder geval weer super leuk die ik heb gevonden. Ik was nu bij een wat kleinere Libra, maar ze hadden wat dat betreft, omdat het klein was, hadden ze best wel veel spullen. Dus je hebt, ja, het is gewoon echt leuk om er af en toe eens een keer naar binnen te lopen bij de Libra. Ik heb hem zelf niet in mijn centrum zitten, dus ik moet het altijd van andere plaatsen hebben. Maar ik vind het altijd leuk om daar even te snuffelen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie graag bij de Libra komen en of dat jullie er ook altijd goed slagen. En ik ben ook wel benieuwd wat je het leukste item vond wat ik heb gekocht bij de Libra. Of misschien vond je helemaal niks leuk. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik ben ook blij dat ik nu lekker met de spulletjes aan de gang kan gaan. Ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je ook een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!